Ik heb recentelijk een keer een vraag onderzocht. Een hele prangende vraag die ik had. Dat is, wat is waarheid? Waar ik eigenlijk op uitkom is dat welke kant je ook op gaat met het proberen uit te leggen of te definiëren van wat het is, dat het uiteindelijk allemaal gebaseerd is op andere woorden en concepten die we ooit met elkaar hebben bedacht, maar wat nooit te bewijzen is. Zo, ja, dan is die vraag ook niet meer relevant. Right. Ja. Nog verder zoeken of was ik er al? Nou, waarheid is natuurlijk sowieso een heel leuk woord. Je zou onderscheid kunnen maken, dus dat klopt allemaal wat je zei. Maar tussen absolute waarheden of relatieve waarheden. Die relatieve is... Nou kijk, een hele simpele. Als ik wil dat de plant overleeft, zal ik hem water moeten geven en één keer in de twee jaar verpotten. Dat is waar. Want anders gaat hij dood. Dus dat is een relatieve waarheid. Als we uitzoomen naar een absoluut niveau, is het van belang of die plant leeft of niet. Voor de totality, no. Dus dat hangt af van welk perspectief. Waar we het meeste last van hebben is wat de filosofen noemden inadequate voorstellingen. Waardoor we dus verkeerde handelingen toepassen op bepaalde situaties. Allemaal in het relatieve. Want inderdaad, een absolute waarheid, what the fuck is that? Niet te bewijzen, dat was de kernconclusie van Kant. We moeten maar op goed geloof aannemen dat er een wereld buiten ons bestaat en dat er andere denkende wezens zijn. Maar bewijzen kunnen we het niet. Dan krijg je van... Alleen het blijven... ook in het relatieve blijven het weer vaak concepten die we weer... Yes. Die we weer met elkaar moeten bevestigen van dat dat dan... Zo is. Sorry, ik vond het heel vaag. Ja, dat is wordt het steeds vager. Yes. En tegelijkertijd, in het leven of er zijn, zal er gehandeld moeten worden op basis van dingen die bij voorkeur zo waarschijnlijk mogelijk zijn. En heel veel is ook handig. Voilà. Dus zijn die dingen absoluut waar? Nee, dat kan ik niet bewijzen. Maar meestal, als ik de plant verpot en ik geef hem water, doet hij het goed. Ja, of het is waar op basis van de concepten die wij erin hebben gegeven. Maar dan moet je wel met elkaar een set afspraken hebben van dat is dat en dat is dat. En daarom is communicatie zo leuk. Als we praten met elkaar, zoals wij nu, denken we dat we dezelfde betekenis aan dezelfde woorden hechten. Maar dat is maar zelden het geval. En intern al, als we gaan kijken, afhankelijk van mijn stemming betekent een concept of een woord de ene keer meer dit en de andere keer meer dat. Vandaar dat ik vaak de term muzikaliteit gebruik, omdat concepten zijn op te vatten als tonen in plaats van als vierkante blokken. Zo. Daar zit een bewegelijkheid in. En een concept is altijd een vereenvoudiging of een reductie van wat het eigenlijk betekent. Krishnamurti zei, het woordboom is niet hetzelfde als een boom. Want wat een boom echt is, kunnen we eigenlijk niet weten. En afhankelijk weer van, we hadden het eerder over hoe je kijkt, dus waar je op richt, zal voor de meubelmaker een boom iets anders betekenen dan de boomknuffelaar. Maar ook hier, in verhalen van mensen, als iemand iets vertelt, het ene doet je helemaal niks, met de andere en dan zit je er helemaal niet vrij. Yes. Terwijl, ook al denk je dat, hoeft het toch ook nog niet per se zo te zijn. Yes. Is er ook een interpretatie van. Zeker.
En dan kunnen we zeggen, maar dan kunnen we ook weer niet bewijzen, dat er blijkbaar zoiets als resonantie bestaat. Want waarom doet iets me niks? Omdat het hier niet resoneert, kan ik dan zeggen. Maar kan ik precies bewijzen of uitleggen wat resonantie is? I don't think so. En toch, als we die term gebruiken, ik zag het net, zitten er minstens een derde van de mensen die knikken. It's funny. Dus het is heel leuk om helder te hebben dat het absoluut afbakenen van een concept, of dat dat totaal waar is, onmogelijk is. En desondanks om mee te spelen. Als je dat namelijk heel goed weet, kun je makkelijk spelen. Want je weet constant van dit is bij benadering. Het is altijd een simplificatie. Anders kunnen we niet praten. Want ik kan niet, ik heb geen tijd genoeg en geen vermogen genoeg om de boom totaal te beschrijven zoals hij is. Het is altijd een beschrijving, niet het ding zelf. En wat het ding zelf is, ik ben geen boom, dus ik kan het niet weten. En wat, hè, wat Kant al zei, ik kan niet eens bewijzen dat er een boom is. Ik heb de indruk, en we noemen zo'n ding wat zo'n beetje zo, noemen we dan boom. Dat is een plaatje. En toch kunnen mensen elkaar de hersens inslaan op basis van een paar concepten. Mijn God is toffer dan de jouwe bijvoorbeeld. En die kun je niet eens zien, hè? Boom wel. Dus ook misschien leuk om een iets kleinere grootheid te nemen dan absolute waarheid. Gewoon iets waarvan jij overtuigd bent dat het zo is. Ja, die heb ik ook wel eens gedaan. Bijvoorbeeld een hele diepe overtuiging was dan van ik ben man. Ja. Bijvoorbeeld. Ja, dat dacht hij ook vroeger. Kijk, op organismeniveau, dan kan ik kijken van is het nou vanuit welk standpunt bekijk ik het. Iedere overtuiging die beperkt ons. Hoe plausibel ze ook lijken en ook al is iedereen het ermee eens. Het zijn altijd beperkingen. Dus wederom, van zit ik er aan vast, zit ik erin? Of kan ik ermee spelen? Ik kan het gebruiken. Maar ik kan alleen iets gebruiken als ik er niet mee verkleefd ben. Ja, en dus vandaar dat kan je verder gaan van als je ergens verkrampt over raakt of en een gevoel over hebt. Ja, over overtuigingen zit je hier nou, lig je nou aan de grond, dan is die wel echt waar. Exact. En dan heb je die waarheid en het gevoel en de overtuiging en dat is dan weer zo iets waar je mee aan de gang kan. Ja. Vandaar dat er dus altijd twee ingangen zijn. Of de emotionele ingang. Welke lading hebben we het hier over die bijdraagt aan de verkramping? De andere kant, het verhaaltje. Welke overtuiging? Het zijn twee componenten, informatie en energie. Ja. En het grappige is dan dat ik altijd dacht dat ik het denkcomponent meer onder controle had of meer dan het gevoelselement. Het lijkt alsof ik de laatste tijd meer het gevoel eerder ben en dat kan wat gaan of oplossen of ik vat. En dat het denken juist nog een patroon heeft van die al hier niet. Gek. Soms kunnen we dus observeren dat als de energie van een overtuiging al voor een heel eind eruit is, dat er hier toch nog een momentum zit. En dan is het dus nodig om nog even goed naar die overtuiging te kijken. Om dat verhaal onderuit te halen. Want soms gaan ze, er zit eigenlijk niet echt energie meer in, maar het blijft als een soort stoorzender af en toe opkomen. En je identificeert niet meer helemaal, maar
Er zit er nog een klein restje geloof. Is er nog over. Ja, dat is wel handig. Yes. Cool, thanks. Als ik mezelf ga ontleden, het stoffelijk lichaam is ook ergens verdwenen. Over een tijdje hoop ik. Dan heb je nog een stuk ego, wat op hem kan verdwijnen. Wat hou je dan nog over? Niks. Wat je nu al bent. Geen idee wat dat is. Ja, nou, daarom noemen we het niets. Oh. Niet iets. Is dat niet zoiets als een ziel? Nee, dat is een iets. Een ziel is gewoon een etherisch ego. Het is gewoon een kletskoek. Er is geen afgescheiden entiteit, hoe we hem ook noemen. Dus of we hem nou ziel noemen, of mind, of ego, of ik, of zelf, of whatever, zoiets bestaat helemaal niet. Wat bedoel je met afgescheiden entiteit? Een ding, wat een vorm heeft. Ja. Een ziel, dat is zo'n ding, wat dan in het lichaam zou wonen en dan van leven naar leven hopt en zo. Zoiets bestaat niet. Daar is de ontdekking. De bevrijding is dat dat soort waanideeën niet waar zijn. Ik ben niet iets. Dus jouw stoffelijk lichaam ophoudt, is het niets wat er niet meer is, is het dan ook niet meer? Ja, jawel, het niets is er altijd. En daarbinnen verschijnen vormen een tijdje lang. Maar het niets verliest niets als er een vorm uiteenvalt of omgezet wordt. Dat wat je bent, ja, joh, je moet niks geloven, maar dat is onpersoonlijk. En dat is niet je. Het is niet een jij. Want het jij is het ego. Yes. En het niets is er niet, dus kan niet ophouden bestaan. Ja, het is er niet in de zin van een zichtbaar vorm ding. Het heeft geen vorm, het heeft geen middelpunt, geen omtrek, geen gewicht, geen afmetingen. Maar tegelijkertijd zou je kunnen beweren dat dat het enige is wat is. Want bijvoorbeeld, je had het net over waarheid. Nou, een van de formuleringen van waarheid is, dat is datgene wat altijd overal en onder alle omstandigheden zo is. Nou, het enige wat daaraan voldoet is niets. En wat gebeurt er met jouw niets als... Er is geen mijn niets. Dat is nou precies de point. Dus een ander beeld wat ik vaak gebruik is de oceaan. Je hebt allerlei afzonderlijke golfjes. Nou, zo'n golfje, dat heet Pietje. En die identificeert zich met dat golfje. En denkt dus dat hij iets is op zichzelf. Maar hij is gewoon oceaan. Hij bestaat helemaal niet op zichzelf. Maar hij verkleeft zich met dat vormpje en is dus bang om op de rotsen kapot te slaan of whatever. Als dat vormpje, dat golfje op een gegeven moment verdwenen is, is er niet meer of minder oceaan. Vanuit de oceaanperspectief, vanuit het niets gezien, is er niets veranderd. Vanuit het golfje, dan is er een golfje gestorven. Kunnen de golfjes eromheen gaan huilen? Of rituelen gaan opstarten, of whatever. Maar er was nooit een afzonderlijk golfje. Er zijn namelijk geen golfjes te bedenken los van de oceaan, snap je? Er hangt nooit ergens zomaar een golfje. That's it. Dus wat is realisatie? Dat het waanidee, ik ben het golfje, oplost en de oceaan herinnert zich weer, oh ja, ik ben de oceaan, niet een golfje. Maar al die tijd was de oceaan al. Het enige wat verdwijnt is een misvatting. Dus vanuit de oceaan gezien nogmaals, gebeurt er niets. Vanuit het golfje scheelt het een heleboel of het golfje zich krampachtig identificerend door het leven golft. Of al lang door heeft hoe het zit. Dat is een. Nou, iedere metafoor heeft zijn beperkingen, maar deze is pretty close. Dus er is geen jou of mijn bewustzijn, of ziel of zelf, of. Er is geen jou of mij.
Alleen maar op een practical level. En dat is handig, want dan stap jij in jouw auto en ik in de mijne. Hoewel, ik denk dat jij een betere hebt dan ik. Misschien. En daarom is van ook als mensen naar binnen gaan, als het ware, en gewoon proberen de kern van zichzelf te voelen, dan voelen ze niet, of het wordt ook wel eens genoemd, een aanwezigheid. Een er zijn. En dat voelt in ieder organisme exact hetzelfde. Dus als we naar dat niveau gaan, als het ware, dan voelt iedereen dat hij een soort onbenoembare presence is, maar die eigenlijk geen kwaliteiten heeft. Die kenmerkjes en conditioneringjes horen bij dit apparaat, maar niet bij de essentie, want die bestaat uit niets. Ik heb dat idee dat dat er inderdaad wel zit. Ergens ben ik er van een afstand omheen aan het draaien en ben ik steeds dichter daar naartoe. Good. Maar ik heb nog geen idee of ik daar überhaupt wil zijn, of ik daar ga komen. Nee, ik zie het gebeuren en ja. Ik zie het wel. En ja, je zou kunnen zeggen dat het gewoon afhangt van onder andere hoe sterk het virus daar bezig is. Nou, als dat heel sterk bezig is, dan zal het onderzoek zich voortsnellen, zeg maar. En zullen er stappen gezet worden. En als het maar zwakjes is, dan wordt het een langdurig verhaal. Wat misschien ergens halverwege blijft hangen, you never know. Which is fine as well. Ja, dat weet ik niet. Dat hangt er vanaf hoe jij dat dan ervaart. Vanuit mijn perspectief wel. Ik vind alles prima. En sommige mensen die zeg maar, het is allemaal kunstmatig, maar zeg maar hier ongeveer blijven hangen, die hebben daar vrede mee. Anderen die lijden daar hevig aan. Vooral degenen die een aantal keer een paar glimpen gehad hebben van hoe het zit. Die daar wel dat nogmaals willen ervaren, maar daar niet in kunnen komen. Ja. Die lijden aan die stagnatie. Yes. En soms is dat lijden dan nuttig, want sommig lijden zorgt ervoor dat we in beweging komen. En bij anderen wordt het een lijdensweg totdat dat lichaam omvalt. Het ziet er altijd een beetje triest uit. Niet dat omvallen, maar dat lijden. Gedesillusioneerde zoekers, dat is echt... that's not pretty. Maar ja, what you gonna do? Dus garanties zijn er niet. Ik zeg altijd, als er is alleen een negatieve garantie, degene die niks leert, die blijft zo dom als die al was. Dus het is handiger om dingen te onderzoeken. En of dat dan tot verlichting leidt, is misschien niet zo heel relevant. Maar het kan op zijn minst leiden tot een verheldering en een verruiming, die we dan volwassenheid in enige mate kunnen noemen. Dat is een stuk prettiger, niet alleen voor jezelf, maar ook voor de omgeving. Want de puberale of de kindmens is een last voor iedereen, niet alleen voor zichzelf. Die zeuren en klagen en ze zien het de hele tijd verkeerd. Weet je wel, roll over the place. Dat is echt een bak ellende. Dus opgroeien of nekschot is mijn advies. Maar dat mag niet in dit liberale land. Dat is een beetje jammer. Driemaal naar zijn nek komen. Ik kom dan nog maar eens terug. Mooi nummer, hè? Van de rachende mannen. Ja, dat is heel zo. Ik heb eigenlijk best zin om weg te gaan. Vind je het een beetje leuk hier zo? Een beetje warm, maar voor de rest een leuke plek wel. Nog belangrijke vragen, want anders ga ik roken, want ik heb er eigenlijk geen zin meer in. Nou, houden we hem, hè. Een belangrijke vraag. Alright, Nick, dankjewel jongen voor het vinden van de plek. Dank jullie wel. Dankjewel. Ga je goed? Ja, dankjewel.